Begin maart werd duidelijk dat Felipe Massa een rechtszaak begint tegen de FIA, de FOM en voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone om Crashgate. Maar wat is Crashgate nou precies? Wil Massa toch uitgeroepen worden tot wereldkampioen? En wat denkt hij eigenlijk te kunnen halen? In deze special van Racing News 365 ga ik je dat haarfijn uitleggen. Mijn naam is Joris Mossendijk. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op het kanaal, doe dat dan zeker. En dan gaan we in ieder geval beginnen bij het begin. En voordat we gaan beginnen met de video, vroegen jullie onlangs op YouTube en op onze sociale media kanalen wat jij graag zou willen winnen als wij giveaways zouden gaan doen. Dat deden natuurlijk niet voor niks, want binnenkort maak je kans op Formule 1 merchandise van een coureur naar keuze. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is geabonneerd te zijn en de video's in de gaten te houden. Dus als je vast nu even op abonneren klikt, dat doe je in ieder geval mee. Dan ga je de video's waarin we uit gaan leggen wat je moet doen niet missen. En dan gaan we nu weer terug naar Massa. Als het gaat om Crashgate en de rechtszaak die Felipe Massa aanspant, wordt ook vaak in één adem Lewis Hamilton genoemd. Maar goed om even te benoemen dat Lewis Hamilton eigenlijk net zo onschuldig is als Felipe Massa. Al moet wel gezegd worden dat de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen het meest profiteerde van het handelen of het juist niet handelen van die ene Grand Prix in 2008. Laten we maar terug in de tijd gaan, na dat jaar 2008. De Grand Prix van Singapore, de eerste nachtrace in de geschiedenis van de Formule 1. Maar daar zal die niet over in de geschiedenisboeken staan. Het zal namelijk altijd gaan over Crashgate. Het was namelijk Flavio Briatore, de teambaas van Renault, die opdroeg aan zijn coureur Nelson Piquet Jr. om expres te crashen, om zo zijn teamgenoot Fernando Alonso optimaal te laten profiteren van de safety car, om zo een zeldzame zegen binnen te slepen. Briatore en Renault slaagden in hun opzet. Eerste instantie feest. Maar ze gingen vervolgens niet heel erg zorgvuldig om met Nelson Piquet Jr. Die werd een jaar later midden in het seizoen ontslagen. En hij deed daarom ook een boekje over die desbetreffende Grand Prix. Die Grand Prix van Singapore in 2008. Ja, en toen brak eigenlijk de hel los in de Formule 1. Het was ook Crashgate was geboren. Meerdere kopstukken, waaronder Flavio, werden op non-actief gesteld. En ook grote sponsoren, waaronder bijvoorbeeld de Nederlandse bank IAG, trok zijn handen af van het team. Ondanks dit bleef de uitslag van de race onaangetast. Alonso behield de overwinning, maar belangrijker nog, Lewis Hamilton werd derde, terwijl Felipe Massa als titelrivaal puntenverlies leed. Dat overigens niet eens door de crash van Piquet, maar door een brandstofslang die in de auto bleef steken toen hij de pits verliet. Jaren verstreken en hoewel Crashgate als thema naar de achtergrond verdween, was het een dankbaar thema om jaarlijks nog eens op te rakelen, want het was nogal wat er gebeurde. Uiteindelijk werd Lewis Hamilton dat jaar op een knotsgekke manier wereldkampioen. Ik neem je mee, 2008, laatste race van het seizoen, de Grand Prix van Brazilië. Desnoods de thuisrace van Felipe Massa. En ja, hij kon het wereldkampioenschap ruiken. Sterker nog, hij was voor 38 seconden wereldkampioen. Massa won namelijk de Grand Prix van Brazilië en zou op dat moment genoeg punten hebben voor die wereldtitel. Maar uiteindelijk was het die laatste ronde, die laatste bocht, waarbij Lewis Hamilton aan Timo Glock voorbij ging, waarbij die steeg van de zesde naar de vijfde plek. Glock reed namelijk ontzettend langzaam in natte omstandigheden op droge weerbanden. Lewis Hamilton ging hem voorbij, werd vijfde en had uiteindelijk één puntje meer dan Felipe Massa. En daarom was Lewis Hamilton wereldkampioen en greep Felipe Massa net achter zijn eerste wereldtitel. En dan maken we heel even een sprong naar 2023. Want toen was het voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone die in een interview aangaf dat hij tijdens het lopende seizoen van 2008 al wist van het opgezette plan van Renault. En niet alleen hij, maar ook via president Max Mosley wist er vanaf. Toen besloten ze er niks mee te doen omdat ze het geen schandaal wilden lijken en het niet groter wilden maken dan het misschien op dat moment al was. Als de hoge heren wel juist hadden gehandeld, dan schreven de reglementen voor dat de uitslag van die race nietig had verklaard moeten worden. Wat betekent dat die race dan in het kampioenschap niet mee had geteld. En dat betekent weer dat na die laatste race, de Grand Prix van Brazilië, niet Lewis Hamilton, maar Felipe Massa gekroond was tot wereldkampioen Formule 1. Je kan je dan voorstellen ook dat Massa met hevige interesse, misschien ook wel gretigheid, maar ook woede de woorden van Ecclestone aanhoorde. Je zou zeggen, prima, dan verklaar toch die uitslag nietig. Nou, zo simpel gaat het niet. Want los van het feit dat je dan een ongelofelijke beerput opentrekt en je eigenlijk de geschiedenis van de Formule 1 herschrijft, staat ook in de reglementen dat het kampioenschap officieel is zodra de wereldbeker is uitgereikt tijdens het officiële FIA-gala aan het eind van het seizoen. En dat was natuurlijk ook al lang en breed gebeurd.
Maar wat denkt Massa dan te kunnen halen door een rechtszaak aan te spannen? Is hij echt van plan die wereldtitel van 2008 te vorderen ten koste van Hamilton? En iets waardoor hij niet met 7, maar met 6 wereldtitels niet langer de meest gekroonde kampioen is? Nee hoor, Massa lijkt realistisch genoeg te zijn om te weten dat dat een onhaalbaar streven is. Maar nu duidelijk is geworden dat men de regels naast zich neer heeft gelegd, met het verlies van een wereldtitel tot gevolg, meent Massa wel aanspraak te maken op een schadevergoeding. Eerdere pogingen om onderling en zonder een rechtbank tot een compensatie te komen, die leiden tot niks. En daarom voelt Massa zich nu geneigd om naar de rechter te stappen en hij eist een schadevergoeding tussen de 75 en 175 miljoen euro. En zijn advocaten die leggen uit waarom Massa denkt aanspraak te maken op die schadevergoeding. Massa wil een verklaring dat de FIA haar reglement heeft geschonden door de crash van Nelson Piquet Jr. niet meteen te onderzoeken in 2008. Massa zou dat jaar het kampioenschap hebben gewonnen. Massa eist een schadevergoeding voor het aanzienlijke financiële verlies dat hij heeft geleden door het falen van de FIA, waaraan ook de heer Ecclestone en de FOM medeplichtig waren. Pogingen om tot een middellijke schikking te komen zijn mislukt, waardoor Massa geen andere keuze heeft dan een juridische procedure te starten. Ecclestone, die dus bij naam wordt genoemd bij Massa, gaf kort na dat eerste interview, wat eigenlijk het sneeuwbaleffect deed doen beginnen, aan dat hij zich dat interview niet meer kon herinneren. Maar nadat bekend werd dat Massa echt naar de rechter stapt, gaf Ecclestone hem aan dat hij groot gelijk had en hem zelfs te steunen in die rechtszaak. Als Philippe het aan mij had gevraagd, dan had ik gezegd dat het juist was om een rechtszaak aan te spannen en een Engelse rechter te laten beslissen wat er goed is en wat er fout is. Over de uitkomst en wat er kan gebeuren, kan ik niks zeggen. Ik heb geen flauw idee. Niemand, denk ik. Maar vanuit zijn oogpunt is het goed dat een Engelse rechter een oordeel velt. Overigens kan die beerput alsnog worden opengetrokken, want wat als Felipe Massa in het gelijk wordt gesteld en een flinke schadevergoeding gaat krijgen? Wat gaat er dan gebeuren met bijvoorbeeld de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi 2021? Mercedes is namelijk van mening dat door een foute beslissing uiteindelijk niet Max Verstappen, maar Lewis Hamilton tot wereldkampioen had gekroond moeten worden. En de FIA gaf achteraf ook aan dat er een menselijk falen was tijdens die race, in de vorm van wedstrijdleider Michael Masi. De zaak zal dus door veel personen met hoog interesse worden gevolgd. Maar wanneer er meer duidelijkheid wordt en een mogelijke uitspraak komt, dat is niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat je in ieder geval de ontwikkelingen daarvan en de uitslag sowieso gaat lezen bij Racing News 365. Vond je dit nou een toffe analyse, iets meer achtergrondverhaal? Laat het dan weten in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. Want binnenkort komt er weer een hele gave winactie aan, waardoor je kans maakt op niet alleen merchandise, maar ook Formule 1 tickets. Nou, wil je dat dan niet missen? Vergeet je niet te abonneren en wij zijn er snel weer met een nieuwe video.